dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een zomershoplog voor jullie. Ik heb de afgelopen maand, anderhalve maand ongeveer, heel veel kleding verzameld en spulletjes verzameld die ik heb gekocht voor de zomervakantie. En die ik heel erg graag aan jullie wil laten zien. Vooral heel veel dingetjes bij de Zara gekocht. Ik heb ook twee shirtjes nog van de Zara besteld, maar die komen als het goed is morgen pas binnen. Dus ben je nou benieuwd welke twee shirtjes ik heb gekocht? Hou dan zeker mijn weekvlog van de komende week in de gaten. Weekvlog 42 is dat. Hou die vooral in de gaten, daar zal ik het in laten zien. Maar laten we nu maar gewoon beginnen met deze items. Laten we maar als eerst beginnen met een beetje de accessoires en zo. Ik heb eigenlijk voornamelijk kleding gekocht. Maar er zitten ook wel dingetjes bij die daar niet helemaal tussen passen. Dus laat ik daar maar mee beginnen. Ik ben gisteren bij de Ethos geweest en daar heb ik als eerst dit make-up tasje gekocht. Deze was maar 3 euro, super chill. En zoals je kunt zien is die roze met doorzichtig en zo. En ik vind het heel erg fijn dat die doorschijnt, want dan kan je gewoon zien wat erin zit. En hij is licht roze en heeft een gouden rit. En vind ik echt super leuk. En deze is dus maar 3 euro bij de Ethos. En dan als laatste bij de Ethos alweer heb ik deze twee kwasten gekocht. Ik had even nieuwe kwasten hiervan nodig, want voor mijn wenkbrauwen gebruik ik altijd dezelfde soort kwasten. Deze dus. Maar die waren een beetje vies en oud geworden, dus ik wilde even een nieuwe voor vakantie ook alvast. Als eerste deze, dat is zo'n platte kwast. En daar doe ik altijd een lijntje mee onder mijn wenkbrauw, zeg maar met concealer, dat die strak wordt. En nog deze, dat is zo gewoon een spoelie. En daaronder ook een kwastje voor je wenkbrauw. Die gebruik ik eigenlijk nooit, maar het is wel handig dat jullie erbij zit. En die waren allebei 3 euro. Dan heb ik van Ideal of Sweden nog dit hoesje gekregen. Die hebben jullie ook aan mijn vlog kunnen zien. Maar ik heb nu ook een kortingscode voor jullie. Die zal nu in beeld komen, want ik weet hem even niet uit mijn hoofd. Maar dit is dus de kortingscode en daarmee krijg je 20% korting op je aankoop bij Ideal of Sweden. En ik vind het echt super mooi hoesje. Panterprint hou ik echt heel erg van. En ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus deze. En normaal zijn deze 30 euro, maar met die kortingscode gaat er dus 6 euro vanaf. Super chill. En dan als laatste van de accessoires heb ik nog deze haarband gekocht van de H&M. Ik vind zulke haarbandjes gewoon echt super leuk voor op vakantie. Als je een knot in je haar hebt, zo'n haarbandje leuk in, maakt het toch gewoon even nog even iets leuker of zo. Hij is roze met verschillende kleuren bloemetjes. En vind ik echt super leuk. En er zit een knoop in het midden. En deze was 7 euro. En die gaat zeker weten mee in mijn koffer op vakantie. Dat waren alle accessoires. Dus laat ik nu maar verder gaan met alle bikinis. Want ik heb ook een aantal bikinis gekocht. Of althans, vooral topjes en zo. Het eerste topje die ik heb gekocht is van Love Stories. En het is echt een super leuk zakje waar het in zit. Maar het gaat natuurlijk om de bikini zelf. Deze heb ik besteld op Nelly.com. Even kijken hoor. En ik vond hem zo leuk. Oh. Dit is hem. Hij is wit met zwarte sterretjes en dan blauwe randjes eromheen. Er zit verder geen vulling in ofzo. Het is echt alleen, zoals je kunt zien, een lapje stof. En aan de, ja, je moet hem vastmaken met touwtjes. Zeg maar van die touwtjes over je schouders heen. Oh. En achter kan je hem gewoon vastmaken met zo'n schuifdingetje, wat super handig is. Ik heb hem in een maatje 1. En dat vind ik wel heel irritant bij Love Stories. Want de maat is zeg maar 1 plus of 1 min. Nee, geen min volgens mij. 2 of 2 plus. Dus ik vond het wel erg lastig met de maat uit te zoeken. Maar bij Nelly.com had je zo'n tabelletje staan waar je kon kijken welke maat je nodig had. Daar kwam uit dat ik maat 1 nodig had. En aan die touwtjes zeg maar, waar je mee vastmaakt zit ook nog zo'n, hoe noem je dit? Hangertje. En daar staat LS op van Love Stories. Deze vind ik echt super leuk. En deze was 70 euro. En hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik kan echt niet wachten om deze op vakantie te dragen. Ik denk dat hier, als je heel bruin bent, dat die kleur blauw ook echt super mooi staat. Dus dat is bikini 1. Dan heb ik bij Naked, even kijken, dit bikini broekje. Of althans, Charles deze gekocht. Nou, ze had er 2 gekocht. Ze had een XS gekocht en een M. Maar die XS was voor haar te klein. Dus die mocht ik hebben. Super lief. Deze is volgens mij 3 euro of zo. Oh, handig dit. En er zit een heel leuk panterprintje op. En ik hou echt van panterprint. Ik vind dat de laatste tijd zo leuk. Ik heb geen topje erbij, maar ik heb gewoon nog een zwart topje waar ik deze mee ga combineren. Deze was dus 3 euro, in een maatje XS. Met de kortingscode 20FLEUR krijg je dus 20% korting op je aankoop. Dus vergeet dat niet. Hij is nog steeds geldig, dus ik zou er zeker gebruik van maken. En misschien ook wel dit leuke bikini broekje scoren. Dan heb ik nog 2 bikini topjes van de H&M. Als eerst deze rode. Even kijken hoor, even goed doen. Als eerst deze rode. Hij lijkt op camera echt een beetje oranje rood achter, maar is echt rood van zichzelf. Er zitten van die roetjes aan, wat ik echt super leuk vind. En achter sluit hij ook weer gewoon met zo'n sluitingje. Dus dat is echt heel erg handig. En je kan hem op de rug ook nog verstellen.
Deze was 18 euro en die komt dus van de H&M. En ik heb dus nog een bikinibroekje van Tommy Hilfiger. En daar zit, die is donkerblauw, maar er zitten rode letters in. En ik dacht, deze is wel leuk voor erop. Dus deze van de H&M. En dan de laatste bikini top, die is ook van de H&M. En dat is deze. Dat is deze gele. Oh, er zit een haar aan. Deze gele bikini top, ook voor zeg maar een triangelvorm. Op camera lijkt hij minder fel. Hij is iets feller in het echt, maar het is niet een extreem fel kleurtje. En daaronder heeft hij zeg maar zo'n band met van die roesjes, wat ik echt heel erg leuk vind. En op de rug is die gekruist. En sluit hij ook weer gewoon met zo'n sluiting. En die sluiting vind ik echt heel erg chill, want die gaan dus niet zo heel makkelijk open. Zeg maar dat je niet opeens in je blote tet in het zwembad staat. En deze was ook 18 euro volgens mij. Ik heb hem online besteld, dus er zit geen prijsje aan. Maar volgens mij was deze ook 18 euro. In ieder geval onder de 20 euro was die. Dus deze ook van de H&M. Dat waren alle bikinis die ik heb gekocht. Dus laten we nu maar overgaan met alle kleren. Oké, laten we maar beginnen met de items van de Zara. Omdat ik eigenlijk bijna alles van de Zara heb. Dus laten we daar maar gewoon mee beginnen. Als eerste van de Zara heb ik dit zwarte topje. Het is eigenlijk een beetje een crop top. Nog korter dan een crop top. Ik denk dat je niet eens meer een crop top kan noemen. Hij komt namelijk echt tot net onder je BH. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Hij heeft een V-jas zoals je kan zien. En hele dunne bandjes. Deze is 9,95 en die heb ik in een maatje S genomen. En die zit bij mij gewoon prima. Ik draag deze wel zonder BH, omdat ik dat het gewoon het mooist vind zitten. Maar van de binnenkant heeft hij een lekker zacht stofje, dus je gaat niet zweten ofzo. Want de buitenkant is wel een beetje een zweetstofje. Maar doordat er een extra laagje binnen zit, heb je daar verder geen last van. En dat topje vind ik heel erg leuk om te combineren met deze broek. Oké, super fijn. Mijn camera was opeens uitgevallen. Ik weet niet meer precies waar ik was gebleven, maar ik had net dat zwarte topje gehad. En wilde nu deze broek laten zien, omdat ik hem daar gewoon heel erg gaaf mee vind om te combineren. Dit is een groene culotte van de Zara Kinderen. Ik heb hem in een maatje 164. En een culotte is zeg maar dat die pijpen gewoon aan één stuk door recht uitlopen. Bij mij past hij gewoon, hij zit prima. Ook in mijn taille zit hij gewoon goed. Ik had hem toen bij mijn nichtje gezien en ik vond hem zo gaaf. Dat komt toen ook wat besteld. De kleur komt wel iets anders over op camera dan dat die het echt is. Het is echt een beetje ja, grasgroen of zo. Ik weet niet precies. Maar deze dus. En die was, heb ik hier het kaartje van mijn werk, want ik heb hem al aan gehad. Die was 15 euro. En die heb ik dus in de maatje 164. Dus deze. Het volgende item is dit spijkerrokje die ik echt heel erg leuk vind. Deze wel gewoon van de volwassen afdeling. Deze was 20 euro en heb ik in een maatje XS. Hij is echt heel erg stretchy. Of dat zie je nu misschien niet. Zo misschien, ja. Je ziet echt dat hij heel erg stretchy is. En dat vind ik echt super fijn. Want hij sluit daarom gewoon mooi aan om je billen en om je benen heen. Het is een high rise. Dus hij komt echt een beetje in je middel. Wat ik gewoon heel erg mooi vind met een korter shirtje. Het is gewoon een normale denim kleur. En ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. Hij sluit er met een knoopje en heeft gewoon een normale rits. Zakken zijn wel echt gelukkig, want ik vind nepzakken best wel irritant. Ik heb namelijk straks ook een broekje die heeft nepzakken en ik irriteer me daar echt een beetje aan. Maar deze heeft gewoon zakken. En deze was dus 20 euro. En dat spijkerbroekje vind ik heel erg leuk om te combineren met dit topje. Dit topje is een beetje een gehaakt beige wit topje, ook van de Zara. Deze was 17,95 en heb ik in een maatje S. Zo, ik kom even niet uit mijn woorden. Maar deze vind ik gewoon echt heel erg mooi. Hij heeft onder hier van die, ja, van die kwastjes hangen. En dit kleurtje is gewoon heel mooi als je bruin bent, denk ik. En die vind ik gewoon heel erg leuk om mijn spijkerrokje en dan met mijn Gucci ring eronder. Want dan komt hij er net onder uitsteken hier. Achterkant is hij wat lager, zoals je misschien kan zien. En heeft hij gewoon ook van die gehaakte bandjes. Dus deze, en die was 17,95. Of had ik dat al gezegd? Ik weet niet. Maar hij was in ieder geval 17,95. Dan het volgende item was waar ik het net over had. Een broekje zonder zakken. Dat is namelijk deze. Maar ik vind hem zo leuk. Die kleur is echt geweldig. Maar als je kunt zien zijn die zakken dus nep. Maar hij is echt zo leuk. Hij heeft onder een beetje van die roesjes zo zitten. En oh, deze vind ik zo geweldig. Op de kont heeft hij ook nog een zak. Ook nep. En hij heeft een opening zeg maar met zo'n schuifje, dus je hem er echt in moet schuiven. En wel gewoon een rits verder. Deze heb ik in een maatje XS en was 19,95. En dan het topje waarvan ik denk dat ik die daar heel erg leuk op ga vinden is dit topje. Dit lichtblauwe topje, maar ik denk dat hij dus op een wit shortje ook heel erg leuk staat. Maar hij is in ieder geval lichtblauw, heeft hier van die roesjes. Heeft een V-jas aan de voorkant en een V-jas aan de achterkant. En heeft hier van die leuke gekleurde pomponnetjes, wat me echt zo'n soort Ibiza vibe geeft of zo, weet je, zo'n leuk shirtje voor op het strand gewoon.
En deze vind ik echt heel erg leuk. En deze was 19,95 en heb ik in een maatje XS. Ik weet niet of ik hem echt met het roze broekje ga dragen. Hij lijkt me er wel heel erg leuk. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik denk dat dit wel gewoon een hele leuke combi kan zijn. Maar ik denk dat ik hem ook heel erg leuk vind met een wit shortje. Die heb ik toevallig ook in mijn kast, ook van de Zara. Maar die is van vorig jaar, dus daar ga ik verder niet... Oké, goed verhaal. Maar deze dus, en deze was 19,95. En dan het laatste item van de Zara, waar ik niet helemaal zeker over ben of ik die ga houden, is dit shirtje. Het is zeg maar een soort van haltertop met zo'n turtlenekje. En de kleuren zijn een beetje, ja, oranje, mosterdgeel, wit en zwart. Ik weet niet, op de site vond ik hem echt heel erg leuk. Maar toen ik hem aan had, wist ik niet echt of het nou echt mijn ding was. En of ik dit wel mooi vond zitten. Het leek een beetje alsof ik er een dik hoofd voor had. En dus hier twijfel ik nog een beetje over. Maar het was in ieder geval 12,95 in een maatje S. Dus deze, dus hier twijfel ik nog een beetje over. Maar ik wilde hem nog wel even aan jullie laten zien. Oké, dat waren alle items van de Zara. Dan ga ik nu over met Gotcha. Dat is een winkel in de Woestuinen. Je hebt het al in mijn vlog kunnen zien misschien. Maar ik dacht, ik laat het gewoon nog een keertje zien. Want niet iedereen die deze video kijkt, kijkt ook mijn vlogs. Als eerste dit soort jurkje. Het is een kanten jurkje met, ja, van dat volant. En die vind ik echt super leuk. Deze was 30 euro volgens mij. 30 of 35 euro. Volgens mij was die 30 euro. En ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ja, hier schijnt hij dan door aan de bovenkant. En voor de rest is die met kant en volant van dat gaas, zeg maar. En die vind ik echt heel erg leuk. En die heb ik dus van Gotcha uit Loosduinen. En dan ook van Gotcha, en ook gelijk het laatste van Gotcha, is dit rokje, dit groene rokje. Ik heb hem nog niet aangehad, omdat ik nog niet echt weet waar ik hem mee wil combineren. Maar deze was in ieder geval 20 euro. En hij heeft hier zo'n elastieke band, dus hij blijft ook wel gewoon goed zitten. De lengte is wel langer dan dat ik normaal heb. Normaal heb ik dat niet, want ik ben best wel klein. Ik ben maar 1,60 en als ik al zo'n rok aan heb, lijkt mijn benen nog korter. Maar ik vind hem wel gewoon echt heel erg leuk. Lekker kleurtje, ook voor op vakantie. Misschien is deze ook wel leuk met die Zara top, die zwarte korte. Maar deze is, en deze was 20 euro. Dan komen we aan bij de Bershka. Daar heb ik één item gekocht, namelijk een broekpak. En even kijken of ik het goed kan laten zien. Jullie hebben deze ook op mijn Instagram voorbij kunnen zien komen. Was dat een goede zin? Ja, jullie hebben deze al op mijn Instagram kunnen zien op een foto. Dat is namelijk dit grijze pak. Hij heeft een V-jas aan de voorkant. Wat ik heel erg mooi vind. En voor de rest is het gewoon een simpele broek. Hij valt wel wat wijder, zeg maar. Het is een soort van culotte, maar een iets strakkere culotte of zo. Dus ik weet niet precies. Maar ze schijnt en hij zit echt alsof het een pyjama is. Hij zit zo intens lekker. Er zit hier in het midden ook nog een band dat je die kan aantrekken bij je taille. Dat is heel erg mooi. En deze was 30 euro en heb ik in een maatje XS. En gewoon echt, als je deze aan hebt, voelt het gewoon alsof je in je huispak loopt. Maar je ziet er gewoon leuk uit. Helemaal super. Hier ben ik echt heel blij mee. En dan zijn we alweer bij het laatste kleding item aangekomen. En dat is van Boohoo. Ik heb daar namelijk een pakje besteld. Char en ik hadden een tijdje geleden samen een bestelling geplaatst. En daar had ik ook een pakje besteld. Namelijk deze. Even kijken. Dit is het broekje. Hij is wit met blauw en groene bladeren. Echt super leuk broekje. En daarbij hoort een topje. Even kijken. Dat is deze. Even vastmaken, anders zie je niet goed. Normaal draag ik echt nooit zulke pakjes. Maar ik vond deze zo mooi, die kleur. Op dat bij dat model staan ook. Dat ik dacht, oké, ik wil het nu gewoon een keer proberen. Dit pakje was in totaal samen 27 euro. En dan krijg je dit topje er ook bij. Hij is wel echt heel kort. Ik zou hem echt alleen op vakantie dragen, denk ik. Althans, een broekje zou ik in Nederland ook nog wel dragen met een wit hemdje of zo erop. Maar het topje vind ik gewoon wel echt heel erg kort. En echt alles vloept eruit, zeg maar. Dus voor vakantie, voor het strand, voor een avondje uit of zo vind ik het wel leuk. Maar in Nederland zou ik het niet zo heel snel aantrekken. Maar deze is bij elkaar dus 27 euro. En heb ik in een maatje 6. En dat is een maatje 34. Dus dit pakje van Boe. Oké, mijn camera was dus weer uitgevallen. Maar ik film voor het raam, voor het licht. Maar het is zo warm buiten. Dus mijn camera wordt ook heel warm. En als hij te warm wordt, valt hij uit. Dus vandaar. Maar ik wil verder gaan met het laatste item. En waar ik ook het allerblijst mee ben. Ik heb namelijk dus een tas gekocht van Furla. In de sale. Want ik ben over naar mijn tweede jaar van school. Dus ik vond wel dat ik mezelf voor mezelf een cadeautje mocht kopen. En dat is toen deze tas geworden.
Wat ik al zei, je hebt hem al in mijn weekvlog kunnen zien, maar ik wil hem gewoon nog even laten zien. Dus namelijk deze tas waar ik echt enorm blij mee ben. Hij is een beetje grijs, taupe, bruinachtig en heeft gouden details erop. Normaal was deze 250 of 245, een van die twee. Maar hij was nu afgeprijsd voor 170 euro. En dat vond ik wel een hele mooie deal. Dus deze heb ik voor mezelf gekocht omdat ik over ben. En ja, hier ben ik echt super blij mee. Dus dit was ook gelijk het laatste van de shoplog. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En wil je nou meer van dit soort video's zien of extra's video? Laat het dan zeker in de reacties achter. Want ik ben echt van plan om meer extra video's te maken. Want ik vind het wel echt heel erg leuk. Ook leuk gewoon zeg maar om weekvlogs en extra video's af te wisselen en zo. Dus dat wil ik denk ik wat meer gaan doen. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan hieronder of hierboven. Ik weet niet waar het staat. Maar het is in ieder geval gratis en een rode knop. Druk er ook even met geabonneerd. Zou ik super leuk vinden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!